Je aanmelden voor herstelbemiddeling kan als je aangifte hebt gedaan bij de politie. Maar ook zonder aangifte kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het kost de deelnemers niets. Als je je aanmeldt bij perspectief herstelbemiddeling, neemt een bemiddelaar eerst contact met jou op. Hij of zij maakt dan een afspraak met je voor een intakegesprek of kennismakingsgesprek. Je gaat dan samen onderzoeken wat voor jou belangrijk is om uit het contact met de ander te halen. Als het te lastig voor je is om elkaar onder ogen te komen, dan zijn er ook andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een briefwisseling of de bemiddelaar brengt een boodschap over aan de ander. Als je na dit gesprek door wil gaan, dan benadert de bemiddelaar de pleger of de andere partij en gaat ook met diegene het gesprek aan. Als daaruit komt dat de ander ook een vorm van contact wil, dan gaan jullie samen met de bemiddelaar. Allebei het contact heel goed voorbereiden. Los van elkaar, maar wel om uiteindelijk gezamenlijk dat gesprek te voeren. Uiteraard gebeurt dit alles in vertrouwen. Wat je de bemiddelaar vertelt is vertrouwelijk en alleen jij bepaalt wat de ander te weten mag komen. Een traject duurt zo lang als nodig is. Het kan soms weken duren, maar er kan ook langere tijd overheen gaan. Het kan zijn dat een deelnemer er nog langer over wil nadenken. Of iemand kan even op de pauzeknop drukken of zelfs het traject tussentijds even stoppen. Bijvoorbeeld als iemand nog midden in een hulpverleningstraject zit. We kijken altijd naar wat jullie nodig hebben. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat iemand niet deel wil nemen. Ook dat wordt vooraf goed met je besproken. Wat kun je dan doen? Als het uiteindelijk niet tot een vorm van contact komt, kan het aanmelden voor bemiddeling je toch helpen. Uit ervaring weten we namelijk dat veel slachtoffers het wel fijn hebben gevonden dat ze de regie hebben teruggenomen en dat het zetten van deze stap ze daarom toch iets geholpen heeft.